Vrijdag. De 13e. Zo, het is wel. Lees ik dit goed? Zit de zwel in dit weer? Oh, op vrijdag de 13e. Oh. Bij vuur en donderslag. Daar komt de zwel, Bast. Ja. Die legt zijn ei. Zijn zwelbast-ei. Oh, wat een akelig boek als men mij toestaat. Ik moet heer Olivier waarschuwen. Oh. Dat de zwelbast komt in dit weer. Heer Olivier. Nee! Heer Olivier. Oh. 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 Ah! Oh! Joost, kun je niet zachter naar beneden komen? Zo kan ik toch niet rustig lezen. Hoort u, het is het weer. Weer? Welk weer? Uit het boek. Het weer uit het boek. De zwel zit in het weer met uw goedvinden. Een boek? Welk boek? Het boek dat u mij gegeven hebt om onder mijn tafel te leggen, zodat u niet meer wiebelt. Het is een allerakeligst boek, als ik zo vrij mag zijn. Ach, waarom lees je dat boek dan ook, Joost? Ik lees toch al een boek? Ga liever vroeger naar bed. Morgen geef ik een feest. Het feest? Maar dat wordt geen dag voor een feest, heer Olivier. U moet het boek maar eens naslaan. Dat is heel onplezierig met uw goedvinden. Het zegt dat het beter is om feesten uit te stellen tot de zwelbast voorbij is. De zwelbast? En de zwel zit in het weer. En regen en rovers en gekreun in het woud. De zwelbasten met zwadder. Op vrijdag de 13e. Ach, wat praat je toch over zwelbasten? Ik krijg morgen gasten op een feest en geen zwadders. Alsjeblieft. Wat is dat dan voor een boek, Joost? Het heeft niet eens een naam. Zie ik, daar staan weinig woorden in. Het is goedkoop werk. Het is morgen vrijdag, de 13e. En de maan staat vol. Daar komt de zwelbast. Hier, leest u het zelf maar. Hier, de zwel zit in het weer. Maar wat hier staat, is bijvoorbeeld... Nee, leest u het niet hardop. Daar komt zwadder van. Van Parijs. De derde valt vioolmuziek, maar ik hou van anijs. Ik lust geen raap, geen Haagse bluf, geen lof en geen radijs. Nee, wel speculaas en cocola. Maar het lekkerste is anijs, anijs, anijs. En het hindert niet voor je rijbewijs. Ik geef anijs de eerste prijs. Anijs! Ik vind het hier gezellig. Ja, ik is wakker. Drink nog eens wat. Betaal jij die anijsmelk allemaal, super? Want ik heb geen centjes, hoor. Ja, natuurlijk, het zegt toch bul. Hiep, een nieuwe kan. Ja, baas, reus. Een nieuwe kan! Ben jij echt huisknecht geworden? Nee. Uitzendkracht. Ik heb een uitzendbureau. Een uitzendbureau? Van jou? Ben jij de baas? Ja, bureau Randwammes aan de rand van de stad. En jij werkt? Voor wie? Je hebt een uitzendbureau, zeg je. Dan heb jij dus werk voor eerlijke jongens als ons.
Dit is het uur van volle maan. 13 is de dag. Nou, daar steekt toch niks kwaads in, Joost. Hm? Het uur dat draken roven gaan bij vuur en... De zwelbast bouwt nu aan zijn nest. En legt zijn ei in oost en west. Eigenaardig. En morgenavond moet jij werken als ober? Nee, als kelner. Op het kasteel van Bommel, weet je wel. Hij geeft een feestje. Een feestje? Wij moeten eens samen praten. Waggel. Vuur! Vuur! Hoei! Hoor! Hoog krijst de wind! De zwelmast komt! Dat volle maanskind! Maar als hier... Wat zeg je, Joost? De zwelbast! Hij legt zijn ei in oost en ik west. Ik vind dat je akelig praat. Als wij dan de jonge heer Poes eens gingen waarschuwen. Tom Poes, wat heeft die er nou mee te maken? Tom Poes slaapt. Hij is jong. Er is toch niets aan de hand wat een ouder en wijzer iemand zoals ik... Daar! Jongeheer Tom Poes. Jongeheer Tom Poes. Een feestje. Een feest van de kleine club. Is het een feest van de kleine club bij Bommel thuis? Ja, het is allemaal heel deftig, ja. Want ik mag niet mijn trui aan onder mijn livreistapels. Hij moet uit. Heel deftig. Rijke luis. Overdadige luxe. Klinkt hartstikke interessant. Sprookjesachtig. Ja, het wordt ook reuze druk, hoor. En zijn die huisknecht daar? Dat is meneer Joost. Precies. En jij, zijn die het enige personeel? Ja. Ze vroegen wel of ik meer krachten had. Maar ik ben maar een eenpersoons uitzendbureau en ik heb alleen mezelf. Stil. Als wij nou eens bij jou komen werken... Ja. Dan heb jij morgen 2 personen extra. Die kunnen heel wat werk uit handen nemen. Hier is het, jongeheer Poes. Heer Olivier vond het wel niet nodig dat ik u uit bed haalde. En het is ook een weinig ongepast, maar nood breekt wet, niet? Als ik zo vrij mag zijn. Wat ben je daar aan het doen, Tom Poes? De jonge heer Poes zoekt, heer Olivier. Schiet dan op, ik kan zo niet slapen. Het is wel een raar verhaal, Joost. Weet je het zeker van die zwel... Zwelbast? Het was de zwelbast. En ging je naar de Zwarte Bergen? Ja. Denkt u dat het terugkomt? Ik weet het niet. Als ik de politie eens verwittigde. Of het leger, wat denkt u? Het lijken echt wel de afdrukken van 2 grote voeten, Joost. Maar ik zou er niet met anderen over praten. Wie zou je geloven? Maar het gaat toch niet aan om met zulke grote voeten in andermans tuin te treden. Als ik de ombudsman hierover schrijf, dit is toch een schande. Hé, hey, wat is dat? Een bal.
Een doodgewone speelgoedbal. Van die neefjes van je die hier gelogeerd hebben, niks, geen lichtschijnsels. Ja, met je zwelbasten met voetafdruksels. Jij maakt hem hier niet zo vlug zenuwachtig, Joost. Schaam je. Ja, dank je wel. Tom Poes, trek de voordeur zelf achter in het slot. Wil je als je naar huis toe gaat? Ik weet het nog niet. Dit ziet er niet uit als een gewone bal. Joost, doe het licht even uit, wil je? En sluit de deur achter je. Het is uit met de armoeibos. Ja, ja, een circus lukt ons toch niet. Morgen lopen wij in twee apenpakjes op Bommelstein. En ik weet al wat wij de hele avond doen. Oh ja? Ja. Wij beheren de garderobe. Wat dacht je daarvan? Hé, wij tussen de bommantels. En vandaar zien we wat we nog meer kunnen doen. Alle geld van Rommeldam op een kluitje. Oh ja! Super blij, hè? Joost, wat doe je daar? Ik wist de voetsporen van het monster van vannacht dat u goed vindt. Ik heb er niet van kunnen slapen vannacht. Heel naargeestig, moet ik zeggen. Ach, laat toch, Joost. Er zijn helemaal... doe liever iets aan het feest van vanavond. We hebben het al druk genoeg. Wij hebben het druk genoeg. Ik heb het druk genoeg, als ik zo vrij mag zijn. Monsters. Voetafdruksels. Het was gewoon een akelig onweer. En er lag een bal in de struiken. Daar ligt die. Het is misschien een dondersteen. Ik zal hem aan mevrouw Dottel geven. Een buurvrouw met smaak weet zo'n geschenk vast te waarderen. Ah, veel beter, Waggel. De mouwen dienen een weinig ingenomen wellicht. En vanavond mag je natuurlijk gala. Verheugd met dat u nog twee andere uitzendkrachten voor vanavond hebt weten te krijgen. Zo'n feest is geen kleinigheid. Een cadeau, Olly, een bouwcadeau. Oh, je hebt ook altijd iets. Ik weet niet hoe, maar je hebt altijd iets op bad. Nou ja, wel, het is inderdaad een bijzondere bal, mevrouw. Ik heb hem persoonlijk pas één nacht, maar ik moet zeggen dat het iets heel kunstigs is, ook van vorm. Rond en zo, iets bijzonders, als u begrijpt wat ik bedoel. Iets voor een dame, als u. Al is het maar een kleinigheid. Hoewel, geld speelt vanzelf geen enkele rol, begrijpt u wel. Oh, dat zeg je altijd. Het is vast geen kleinigheid, want jij doet altijd heel duur en dat mag je niet van me. Oh, weet je wat? Ik riep even aan dadelijk. Ik ga een jurk uithangen voor je feest. En ik wil eerst weten hoe je die vindt. Of die niet te bloot is. Uw eerste werkje deze ochtend is het omspoelen van het 40-delig eetservies, Waggel. Ik reik u daarvoor een schort, een bordendoekje en een glazen doekje. Aanstonds. Deze kant. La 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 da 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 da. Ik moet u tot enige voorzichtigheid manen, Waggel. Dit is familieporselein en heer Olivier is er erg aan gehecht als ik zo vrij mag zijn. Niet iedere supermarkt heeft het ook. Tra la 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 la.
Pom 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 pom. Anders nog iets vergeten? Nee. 48 flessen Algerijnse voezel A3,95. Het... Nee, dat ronden we af op 5,95 het stuk. Dat kan meneer Bommel best betalen. Zo. Volgt u mij maar naar de keuken, Machel. Nee, niet doen, Waggel! Haalt u de serveerboy gids even, Waggel. In de lounge. 18 liter blikken schildpadden soep. Dan ben ik daar ook van af. Assortiment chips. Verse eieren. Ja, deze kunnen nog best. Mevrouw Doddo, kom straks bij u. Ik ben wat verlaat met de feestdrukte. Ik ben zo benieuwd, Tompoes, wat Olly van mijn jurk vindt. Kijk, moet je zien hoe die valt. Het moment om te gaan ravotten, meneer Joost, als kleine zelfstandige... Wat? Heer Bommel vangt een zwelbast. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Niet bang zijn, heer Olly. Hij vindt u, geloof ik, aardig. Aardig? Hij zag u als eerste toen hij uit het ei kwam. Eerste? Ja, hij denkt dat u zijn vader bent. Goedemiddag, meneer de markies. Ik ben wel erg laat, hè? Zeur niet, Grootrut. Zat u delicatessen in mijn orangerie en verdwijnt? Ik denk. Ik had moeilijkheden, omdat...
meneer Bommel een ei heeft uitgebroed. Hé, Bommel, wat komt eruit? Weet niet, maar hij zit ermee te knuffelen in zijn tuin. Te knuffelen in zijn tuin? Parbleu, dat moet Dikkerdak weten. Waar is die anders burgemeester voor? Lucht hier een mooie taak voor mij, mevrouw. Ik voel voor hem als een vader. Het is een onontgonnen knaapje waarin de hand van een heer nog ploegen kan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mooi. Hij moet nu eerst zijn flesje. Dat staat mij nog voor de geest uit mijn kinderjaren. Om kort te gaan. Labietjespap. Grappig. Wat zeg je daarvan, Amis? Nee, het is niet waar, Kant-en-Klaar. Bommel? Heeft hij me niets van verteld? Een ei, zeg je? In zijn eigen tuin? Wat kwam eruit? Ach, nee. Maar dan zal ik Fantes bellen op de krant. Dat is nieuws, Dikkerdak. Die Bommel toch. Dat moet in mijn krant. Misschien bedoelt Bommel het als surprise voor zijn feest vanavond. Nou zeg, je hebt het niet van mij, hoor. Wel, nee, Amis. Vanzelfsprekend gaan we daar zelf op af. Prachtige primeur. Dank je wel, zeg. Argus, Bommel heeft in zijn tuin een ei uitgebroed. Ben benieuwd wat daaruit komt. Zoek het uit voor me. Okido, baas. De gasten voor mijn feest kunnen ieder ogenblik komen. Ga jij nu lekker in het bad en dan naar bed, jongen. Maar laat straks je oortjes even zien. Zoals ik bij mijn goede vader altijd moest doen. Hier staat dat zwelbasten niet van water houden. Ik zal maar oppassen. Het is een zwelbast en die hoort achter de Zwarte Bergen. Ben je hier... toch een zwartkijker, jonge vriend? Een heer onderricht spelenderwijs. Een heer is een opvoeder. Als je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon door er te zijn. Iemand als ik heeft geen kind aan een jonge zwelbast. Bommel? Ik heb niet de hele dag de tijd, Bachel. Ja, zalig dan! Wat is klaar? Kom maar, op! Zo, verdorie. Nou, niet te veel spatten aan soms. Jongeheer, mag ik u zoeken? Dan moet ik weer dweilen. En dat geeft vandaag allemaal me nog meer overlast. Ontzettend gezellig dat u komt, heer Fant. Bommelstein zal er vanavond uitzien als een sprookje. Daar kunt u een mooi verhaal van maken voor uw krant. En, een ogenblikje. Joost, wat is er toch allemaal? Ah, ziet u, ik ga zo eens kijken hoe Joost de Kleine in het bad doet. De Kleine? Hoe bedoel je? Welke Kleine? Een aardig klein ventje dat ga opvoeden als een vader. Nee, proficiat Bommel, wat leuk. Dat wist ik niet. Sinds wanneer? Hey, zo in bad. Ja. Hopla. Hop. Wacht, help u even. Ja, maar hij wil niet. Toe, wacht. Kille. Jongen, kom zo. Kom eens. Zo. Hij wil. Oh. Ach, ja. Wat stond hier ook weer? De zwelbast raast door stad en land. Zijn borst wordt breed, zijn muil braakt vlammen. Zijn kracht is niet meer in te dammen. Dat kan wel eens narigheid geven. Wat is daar binnen aan de hand, Joost? Wat gebeurt er? Zwelligje is inderdaad een zwelbast. En ik heb hier Olivier nog zo gewaarschuwd. Huh? Paul! Flauw hoor! Uitstekend. Ja, inderdaad. Net wat u zegt. Ah. Juist, ja. Ja. Tot vanavond dan, heer Van. Zwelgje gaat vreselijk tekeer boven. Ja. Nee, maar Joost,
paar blaadje de jongen alleen. Waarom ben je niet boven? Wat is dat voor een natte boel? Nou, ik zal het zelf alweer gaan opknappen. Ach, waar is de Joost? Ga zelf maar kijken, hoor. Hij luistert niet naar mij. Hij luistert niet. Onzin, onzin. Hoor je wel? Hij maakt alles kapot. Zwelg je? Zwelg je? Zwelg je? Zwelg je? Zwelg je? Dag, manneke. Zijn ze lelijk tegen je geweest? Stormen in glazen water, niet? Wat staan jullie dan nou? Nou ja, niet iedereen heeft het waterschap in de vingers. Kom, jongen. Hou je niet in het bad? Nou, daar kan ik in komen, hoor. Ik was er ook niet zo dol op vroeger. Halen, Albert, en geen minuut later. Hallo, heb je een tasje? Mag ik u een arm geven, dame? Nou, dan gaan we naar binnen, hè? Ja. 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 Dit bedje is nog van mijn goede vader geweest. Ik heb er zelf ook nog in geslapen. Hij vertelde me dan altijd een verhaaltje. Er was dus... Het wil me niet meteen te binnen schieten. Ach, dat komt vast toch wel. Slaapplekken. Mag ik even mijn mantel hier afgeven? Ik neem uw mantel wel aan. Heb ik mijn stola? Ja, ik kom er aan ervoor. Nee, ik kom hier nooit. Hier hangen te veel trauma's en fobieën. Hallo. Oh, dag meneer de markies. Dank, Grombele. Je danst met me vanavond. Bommel heeft raar personeel. Dat valt me niet. Dit is je vrije avond. De wet kent geen vrije avond. Ik ben nou de wet. De heer Dikkerdak, burgemeester en dame. De heer Fant, hoofdredacteur Rommeldamse Courant en dame. De heer Bas, commissaris van politie en dame. De heer de Kanteclair van Barneveld, markies. De heer Zielknijper, doctorandus en dame. Hallo, ik ben van de krant. Is Bommel ergens? Ze zeggen dat hij een ei heeft uitgebroed. Wat kwam eruit, een klein bommeltje? Heer Olivier komt aanstonds naar beneden. Vraagt u het hem zelf. Okido. Oh, pak maar gerust. Het kost niks. Olly. Slaap je al? Ik denk het wel.
Oh, fijn dat u die japon weer in orde hebt gekregen. Met die blouse en zo. Kindje. Ja, jammer van de jurk van morgen, maar dit is ook leuk. Ah, daar hebben we de gastheer. Bravo, bravo, bravo. Bommel, mijn complimenten. Goedenavond. Is het waar dat u een ei hebt uitgeboekt, meneer Bommel? En lijkt het op u? Een ei? Dat was op de man al, Bommel. Nou, meneer Bommel. Het ventje. Ik bedoel. Een ventje, zegt u? Hoe zit het dan? Nu, het is 's nachts gebeurd. Ja, het heeft mijzelf ook verrast. Ik had het opeens. Als u begrijpt wat ik bedoel. Even deze zak ophouden. Ja. Mooi, hè? Tango! Thank you.
Hij krimpt als hij verdrietig is en hij groeit als hij pret maakt of boos wordt. Oh, dat is knap gevaarlijk. Nou, dan moet ik meteen naar het feest. Dat kan best eens problemen geven. Dames en heren, ik nodig u nu uit voor een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Die ik zo dadelijk ga opentrekken. Is dit alles? Het is een schandaal. Dat doet die heel onschuldig een eitje uitbroeden. Reken erop dat we dit monster onschadelijk maken, Bobbel. Doe iets, Tom Poes. U moet iets doen, heer Olly. U moet iets tegen Zwelgje zeggen. Help, Bas, help. Tegen dat daar? Dat is Zwelgje niet. Jawel, en hij luistert alleen maar naar u. Doe dan. Naar mij? Voor hem bent u toch zijn vader? Roep dat hij stout is. U bent boos op hem. Ik ben boos op je. Dat manneke klein houden, Bas, zo'n monster is een gevaar voor de gemeenschap. En dat hebben we geweest. Denken de heren soms dat ik mijn taak als opvoeder niet ken? Wat een onzin. Ik zal zelf wel zorgen dat kereltje manieren leert. Gewoon onder deskundige leiding, als u begrijpt wat ik bedoel. Deskundige leiding? Dan bent u mee aan het goed overleg. Het schrikt dat u morgen om 10 uur in mijn kliniek. Een superrover is het hier, die moeten we hebben. Morgenochtend brengt Bommel hem zelf naar de kliniek van Siel Knijper. Zullen we daar eens kijken wie het hardst in dat zieltje kan knijpen? Een superplan, Bas! Hou Bommel in de gaten, Bas. Drie waarders, burgemeester. Hoogst persoonlijk. Na jou, lieve. U zet het toch niet in de krant, heer Argus? Aukidau. Maar manneke toch. De ochtendbladen
schrijven niet plezierig over uw feest. Met uw welnemen, heer Olivier. Het is allemaal heel akelig, ook voor mij in de eerste plaats. Ik had het kunnen weten. Men viert geen feesten op vrijdag de 13e als de zwel in het weer zit. Genoeg, Joost. En pas goed op mijn kasteel. Ik weet niet hoe lang men ons dan nodig heeft. In die kliniek bedoel ik. Heer Olly. Dag, heer Olly. Zal ik met u meegaan? Nee, jonge vriend. Ik ken mijn vaderlijke plichten. Ik heb jou niet nodig. Dit doe ik alleen. Met zwelgje voor dokter Anders Zielknijper. Het ventje krijgt een behandeling tegen het spelen en ik wil zijn handje vasthouden. Geen sprake van. Hebt u wel de gele kaart bij u? Ik hoef geen gele kaart. Breng me naar de dokter. Ah, Bommel, u komt de kleine brengen. Volgt u mee. Bommel houdt hem tenminste klein. Zo, Bas. Leuk wagentje voor de kleine van Bommel. Nu zullen we eens kijken of we hiermee, ja, het ventje voorgoed van zijn groeistuipjes kunnen verlossen. U doet hem toch geen pijn, dokter? Even een klein prikje. Dokter doet je geen kwaad, hoor. Het is voor je eigen best, wilswelgje. Gauw, Wiep, voor ze hem getent hebben. Dan de bank met hem. Vlug een beetje, voor die gaat groeien. Hé, hey, Olly, pas op die... Ga je met ons mee je papa verrassen? Hé, naar de Rommeldamse bank. Daar liggen centjes. Dat zeg je wel wat, hè? Hij als geboren rover. Hé, blinkies. Politie, Hiep, zet de sirene aan. Ta, ta, do, ta, do. De mis dat loont. Twee boeven hebben Zwelgje meegenomen naar de bank. U moet hem terugroepen. En binnen mag je net zoveel pakken als je wilt, Zwelly. Hoe groot is hij dan? Zo groot! Zo groot! Zo groot! Wel eens in orde, burgemeester. Ik heb Bommel en die kleine... geëscorteerd tot aan de ingang van de kliniek. Uitstekend, Bas. Zie erop toe dat Bommel ons niet nog zoiets levert. Dringend telefoon voor u, meneer de burgemeester. Hallo? Ja? Wat? Weer die zoon van Bommel, zeg je? Maar dat is... Maar ik zal... Alles in orde, zei je. Ga dan maar eens kijken bij de Rommeldamse bank. Die wordt op ditzelfde moment beroofd. Door dat mormel van die Bommel. Is het een organisatie, die twee? Wat ik u zeg, burgemeester. De een helpt de ander. Prima, Shmeli!
België, Rolly. Ik ben bang dat Zwelgje daar pret aan het maken is. En hij zal wel heel erg gegroeid zijn, denk ik zo. Zwelgje! Bommel, en dat kleine witte kereltje! Tompoes, dat wordt Link. Zwelgje! Jongen, leg dat neer! Leg neer! Foei, foei! Je bent een gloeiend bijbel, hoor. Hoe is je naam? Wegwezen. Ik ben... Tompoes! Tot zover een filmverslag van de overval op de Rommeldamse Bank. De laatste berichten melden dat de ontvoerder vermoedelijk zijn onderkomen voor de nacht heeft gezocht in de Zwarte Bergen. Naar verluidt is er niet alleen een prijs van 10.000 florijnen gezet op het hoofd van de bankovervaller, de gevaarlijke zet, maar ook op dat van de medeplichtige Olivier B. 10.000 florijnen, Hiep. Naar de Zwarte Bergen? Dat is mij te gevaarlijk, bos. Geduld, Hiep, geduld. Die komen vanzelf weer hier op aan en ik denk aan heel iets anders. Geniaal. Super gedachte. Burgemeester Dikkerdak, die zich naar aanleiding van de gebeurtenissen vooral ongerust toonde door de, zoals de burgemeester het formuleerde, verbijsterende praktijken van lieden die zich voorheen heer pleegden te noemen. Het is toch in en in treurig dat een plaatsgenoot zich op een dergelijke wijze buiten de maatschappij stelt. Ik kan u verzekeren dat ons gemeentebestuur ieder middel zal aangrijpen om aan deze ergerlijke misstanden een einde te maken. Jazeker. Ik heb onze politiemacht opdracht gegeven het gevaarlijke tweetal in de Zwarte Bergen te arresteren. Tot zover burgemeester Dikkerdak. Het weer... Waarom heb je me niet gewekt voor het ontbijt, Joost? Tompoes, zwelg je, waar ben je? Waar ben ik, als iemand begrijpt wat ik bedoel? Zou mijn zwelgje toch uithangen? Uren staart men voor zich uit. Als vader van een ventje uit een zwelbastei. Heer Olly! Huh? Ik ben ondervoed. Nu al. De uitputting geeft me vreemde waangedachten. Heer Olly! Waar was je al die tijd, Tompoes? Je laat me altijd alleen. Heer Olly, u moet naar de politie gaan. Ze denken dat u de bank hebt overvallen. Maar ik weet dat die twee boeven Super en Hyper het hebben gedaan. Politie? Wat denk je wel, Tompoes? Een onschuldig heer gaat zich nooit aangeven voor iets dat hij niet gedaan heeft. Anders zou het hem ook zijn vrijheid kosten. Zwelgje is er toch niet? Nou kan u weg. Oh, de jongen alleen laten? Hij kan best zonder u. Hij komt uit een andere wereld. Hij is anders. U hebt toch zelf gezien dat hij zwelt als hij blij is of boos? En hij krimpt als hij bang is? Ach, wat... Ieder krimpt wel eens op zijn tijd. Jij begrijpt niet wat het is om voor een jong en pril wezentje te zorgen. Zwelgje en ik zijn eigenlijk alle twee zwelbasten. En zwelbasten kun je niet klein houden. Wij zijn geen stoofjesklanten. Bah!
Ze beroven een heer van zijn zoon op zijn eigen feest. De jongen en ik, wij leven met de volle teug, vol vuur. Men heeft dat thuis niet zo, het onbespiede. Nou ja, je begrijpt wel, ik bedoel, een achterloze losse knop. De frisse wind, zo rein, zo puur, de heldere lucht in de vrije natuur, die lokt een heer met hang naar avontuur. Achter me aan, jongen, kijk hoe ik mijn klots vasthoud. Ik taal niet naar mijn havermout, al mis ik wel mijn schaaltje confituur, moet ik zeggen. Vrijheid, blijheid en de lotse knots. De zwelmacht zingt, de zwelmacht springt van rots tot rots tot rots tot rots. Hij leeft het leven puur, één met de natuur. En hier vertoont een hang naar avontuur. En even herhalen. Vrijheid, blijheid en de lotse knots. Goed zo, jongen. De zwelmacht zingt, de zwelmacht springt van rots tot rots tot rots tot rots. Ik wil dat je me nazingt. Weg met de beschaving. Weg met de wet en weg met de cultuur. Laat gezegd. Hoera voor de hang, de hang, de hang. Dan ging een echo, jongen. Naar avontuur. U moest zich schamen, heer Olly. U houdt uzelf alleen maar voor de mal. En het is allemaal onzin wat u zegt en doet. Belachelijk. Tom Poes, hoe durf je? Hoor je dat, zwelgje? Dan moet heer Olly het ook zelf maar weten. Als hij me niet gelooft, dan de politie. Maar zwelg je toch? Je mag Tom Poes toch niet? Nou ja, het was ook niet erg fraai wat hij over je zei. De jonge vriend moet maar eens een lesje hebben. Ik hoop niet dat hij zich bezeerd heeft. Wat heb je daar? Groeit dat hier? Nou ja, alhoewel, rauwe wortelen, rauwe knollen, tja, dat is toch geen fatsoenlijke maaltijd voor een heer. Zwelgje? Zwelgje, waar ben je opeens weer? Zwelgje! Dat gaat zomaar niet. Ik wil commissaris Bullebas spreken. Ik wil hem zeggen dat... En wat wil jij tegen de commissaris zeggen, ventje? U zit hier Bommel achterna, maar die heeft helemaal niets met die bankroof te maken. U moet die super en hyper pakken, maar niet heer Olly. Oh ja, mannetje. Hoe weet jij dat? Heb je bewijzen, hè? Of wil je onder een hoedje met die Bommel en dat roven de mond van hem? Oh, ik weet best dat jullie vriendjes zijn. En dat bevalt ons helemaal niet, hoor. Een complot, dat is het. Bart, wegwezen jij. Mannen, loop af. Naar de Zwarte Bergen. Mag ik dan nog even de handen tellen? Zonneklaar. Bommel is gerooieerd als lid van de kleine club. Voor het leven. Voor het... Oeh, dat zet ik er nog even bij. Oneervol. Oneervol. Oh, Hendrik, breng nog eens zo'n chapeautje. Dat is wel lekker voor de gelegenheid. Dus, Bommel is oneervol voor het leven gerooieerd. Zwelgje, manneke... Zwelg je, zwelg je, waar ben je toch? Wat zei Tom Poes toch ook weer?
Een zwelbast hoort achter de Zwarte Bergen thuis en niet bij ons. Hallo, hallo. Hier Bas, voor brigadier Snuf. Ontvangt u mij? Hallo, hier brigadier Snuf. Ontvang u luid en duidelijk, over. Houd de boel in de gaten, Snuf. Jawel, commissaris. Nog even, we hebben ze te pakken. Ze moeten hier vlak in de buurt zijn, over en uit. Het rauwe leven is ook niet alles, als ik begrijp wat ik bedoel. En dan te bedenken dat Joost nu mijn elektrische deken op 3 zet. Ik heb de haard in de bibliotheek wat opgestookt. Want er zit kou in de lucht, met uw welnemen. Zal ik de chocolade hier serveren? Ik denk met diep berouw aan Joost. Een heer leeft als een jonge god. En dan maakt het blinde lot een heer de prooi van bittere spot. Dan wordt een heer als vuil geloosd. Ik heb mij tegenover Groot Gut enkele kritische opmerkingen veroorloofd ten aanzien van zijn ontbijtspek. Soms krijgt men het als heer te kwaad en zoekt men elders troost. Dan is de soep zijn toeverlaat, een soep gemaakt door Joost. Joost is voor een heer van stand, een baken ver op zee. Want als ik aan Joost denk, proef ik zijn lamsbout met puree. Ik denk met diepe rouw aan Joost, zo zonder bed en zonder stoel. Dat geeft een akelig leeg gevoel, als men begrijpt wat ik bedoel. Ik denk met diepe rouw aan Joost. De schommelstoel staat op het terras gereed, als ik zo vrij mag zijn. Het is heel aangenaam in de schaduw. Vindt u het plezierig als ik de Chablis een weinig koel? Joost! Maak een glas warme melk voor u. En dan sla ik het bed voor u open. Welterusten. Joost! Joost! Je bent een gloeiend bijbel, hoor. Zo, waar is dat roverskind? Die is even. Op roofuit, juist. Een kop plat. Net wat ik zei. Mannen, arresteren en afvoeren. Dat monster pakken we later wel. Zo zie je weer, Bommel. De politie is altijd daar waar die wezen moet. Help, help! Help, politie, help, help, politie. Dupe, meneer de burgemeester. De kleine middenstander. Meneer Bommel is mijn beste klant, maar die wordt gearresteerd terwijl ze die draak maar rond laten roven. Zo blijf je aan de gang. Je hoort het, Bas. Het wordt tijd dat je nu ook dat zoontje van Bommel gaat inrekenen. Zijn jullie zover? We moeten hem eerst klein zien te krijgen, burgemeester. Geniaal! Hoe dacht je dat te doen? Tot nu toe is er maar één die dat kan. Bommel. Juist, Bas. En dus hebben we wat je noemt een sterke troef in onze handen. Apropos, wel eens even die knecht van Bommel. Joost, bedoelt u? Juist. Het is alles heel onaangenaam.
jongeheer Poes, als ik me zo mag uitdrukken. Weet u zeker dat heer Olivier nu... Heer Olly zit in de gevangenis en dat is gemeen. Want hij heeft de bank niet beroofd. Maar bedenk eens hoe ik me voel. De bediende van een gevangen... heer, die mij een draak laat verzorgen. Lees hier eens, Joost. Een jonge zwelbast laat nooit zijn vader in de steek. En zwelgje denkt nog steeds dat heer Olly zijn vader is. Ik durf te wedden dat hij vannacht op zoek gaat naar heer Olly. Nee, dit gaat werkelijk te ver. Dan zou ik me genoodzaakt zien heer Olly via mijn ontslag aan te bieden. Oh, als mijn goede vader dit zou zien. Water en brood en een pyjama die me niet staat. En de jongen wendt zich natuurlijk erg op. Hij zal het er wel niet bij laten zitten vannacht. Zo slingert het lot en heer heen en weer. Nee, laat maar niet nodig, Snuf. Blijf zitten, Bommel. Blijf zitten. Bommel, kerel, wat een ellende allemaal. En het is allemaal zo onnodig. Met een beetje medewerking van jouw kant. Weet je dat er buiten nog iemand op je zit te wachten? Die wil spreken? Ook een nare zaak. Ik laat hem maar eerst binnenkomen, dan heb je dat gehad. Snuf, binnenkomen maar. Ik zie mij genoodzaakt mijn ontslag aan te bieden, heer Olivier. Joost. Oh, niet overhaasten. Bommel, ik weet het anders gemaakt, kerel. Als jij nu eens meewerkte en ons te hulp kwam. Jij hebt die grote kleine van je, die kleine grote bedoel ik, volledig in de hand. Als jij boos op hem bent, krimpt hij toch ineen? Ik heb dat zelf gezien. Als jij nu eens... Vanavond zal het gevaarlijke monster, genaamd de zwelbast, door onze stad trekken. Hou uw kinderen binnen en laat geen waardevolle artikelen buiten staan. Prima, drakenetje, Sjup. 10.000 florijnen hiep voor een eerlijke vinder zoals ons. En dan het supernummer in het supercircus. Komt dat zien, komt dat zien. De draak die groeit, de draak die krimpt. Jij begrijpt het, hiep. Het is een groot monster. Ik weet niet of de jongens dat aan kunnen. Ja? Hallo? Hier, Snuf. Verdachte begeeft zich richting Hoofdstraat. Huis van bewaring. Alle agenten terugtrekken. Niks doen. Waar gaat hij heen? Hij gaat recht op de hoofdingang af. Hou hem op slot. Hallo? Hoofdingang is nou open. In deze richting. Vertel hem dat hij zich overgeeft. Vooruit, Bommel. Daarna ben je vrij. Zwelgje. Zwelgje. Geef je over, jongen. Zeg hem dat hij zich niet moet verweren. Verweer je niet, jongen.
Ik ga niet meer met je mee. Ik moest je in de steek laten. Verraden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is niet genoeg. Jawel, burgemeester. Kijk maar eens. Schitterend. Ben ik uit zijn bureau en zijn meneer Super en meneer Hyper bij mij in dienst. En nou is het net omgekeerd. Maar ik vind een circus ook heilig, yes. Wat jij zwelg je. Je moet happen, hoor. Meneer Super heeft het gezegd. Hey, vooruit, spring dan. Weer niks. Dat wordt nooit een goed nummer, baas. Dat vindt het publiek niet mooi. Ze willen een woeste rover zien. Wow. Een pak van het hart, als ik mij verstouten mag. Heer Bommel weer thuis als een vrij heer. En die zwelbast voorgoed onschadelijk gemaakt. Ach. Als men beter naar mij had willen luisteren, zou het allemaal al veel eerder. De heer Olivier B. Bommel is ontslagen van rechtsvervolging. En de zwelbast Z is verkocht aan Circus Superidi. We hadden een gesprek met de nieuwe eigenaars. Nee, hij is niet aan ons verkocht. Hij is ter beschikking gesteld. De jongen leert een vak. Kom voor een paar weekjes maar eens naar de première in onze showtent. De Super Show, de Super Show. Kom kijken naar de Super Show. Dan speelt het vriend het morgen. Geweldig in de Super Show. Kassa! Heer Olivier wil nou niet naar de première. Dus heb ik zijn vrijkaartjes maar genomen. Het zijn ook mooie plaatsen. Misschien kom ik straks nog op de televisie en zo. De garderobe is aan die kant, mevrouw. Brengt u mevrouw even naar een mooi plaatje, meneer Hippel. Ja, baas. Meneer Super. De heren Dikkerdak, Fant van Rommeldams Nieuwsblad, Markies de Kantekleer. Alle notabelen. Hey, Olly, wat doet u daarboven? Er is een aparte microfoon opgesteld bij de kooi van Zwelbast voor het geval dat de gevaarlijke rover alvast mocht brullen. Van deze eeuw, de verschrikkelijke zwelbast, de rauwe niets ontziende rover, voor de eerste maal aan u gepresenteerd, van hyperklein tot supergroot. Opschieten, de baas heeft zwelletje aangekondigd, als hij nou maar een beetje zwelt binnen. Kom mee, we moeten naar binnen zwel, in de piste. Oh. Tot supergroot! Zwelgje! Vlucht! Thank you.
hebt u zich geen pijn gedaan? Liep! We hebben tenminste het geld van de kaartjes nog. Vlug naar de kassa! Zijn we toch boven, Jan? Baas? Wel, zoon, je bent vrij. Je hebt het zeker wel begrepen dat ik je vader niet ben. Dat ik me alleen je vader voel. Ga je moeder zoeken. Geen ei zonder ouders. Je zult wel achter de Zwarte Bergen moeten zijn. Niet hier. Dit is een wereld van heren. Zeg het nog eens. Ik heb toch altijd gezegd dat Heer Olly onschuldig is? En nou heeft hij ook de stad gered. Dat knulletje heeft gelijk, dikke dag. Ik zie het als een film voor me. Bommel verdient een lintje. Maar hij is nog geen 60. Wel, zoon, gelukkig dat je dit niet ziet. Ja, ik word weer gearresteerd. Bommel, ben je in orde? Je ziet er nog pips uit, kerel. Ben je ongedeerd, Bommel? Mijn complimenten, man. Redder van de stad, namens de burgerij, mijn dank. Maar zo haalt je dat monster de tent uit, joeg. Alle lof. In de Zwarte Bergen is de wereld grijs. Altijd wordt mijn vinger koud als ik er naar wijs. Niemand is er graag alleen en dus ga ik op reis. In alle bescheidenheid wil ik toegeven dat de opleiding van een ventje als Zwelgje niet gemakkelijk was. Ik bedoel, hij was eigenlijk een zwelbast uit het boek dat Joost niet meer vinden kan. Jammer. Nou ja, hij groeide me ook wat boven het hoofd. Hij werd zo uit de kluiten gewassen, als u begrijpt wat ik bedoel. En zoiets vergt het uiterste van een heer, zodat ik voorstel te drinken op... Het was gelukkig ver weg, heer Olivier. Je wou ergens op drinken. Ver weg met uw goedvinden. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga zwelbasten vangen. Maar eerst drink ik anijs.